hier bij elkaar zijn. En vooral voor een heel bijzonder moment. Want in het programma hebben we ingelast dat wij vanmiddag herdenken ons overleden erelid en oud-voorzitter Henk Zwartepoorten. Naast de leden en ereleden van onze vereniging wil ik in het bijzonder hierbij vanmiddag hard welkom heten Mary Vriends, de levenspartner van Henk, haar vriendin Jolande Anderweg en Koos van Leeuwen, vriend van Henk en bestuurslid van de stichting Rehub. Het was een soort aanschok die ik voelde toen onze leden Job Stumpel en kort daarna Laurens Woldering mij belde op zaterdagavond 29 oktober en vertelde dat Henk Zwartepoorten niet meer bij ons was. De dagen daarna kwamen de naschokken toen meer details bekend werden van zijn plotselinge overlijden in de leeftijd van 67 jaar, tijdens de vakantiereis in Australië. Bijna iedereen hier in de zaal kent Henk als een groot kenner en enthousiast liefhebber van schildpadden. En ook voor onze vereniging heeft hij buitengewoon veel betekend. Hij was lid sinds mensenheugenis. Wanneer, dat heb ik niet meer kunnen nagaan. Zo was hij secretaris van het bestuur tot 1991 en vervolgens voorzitter tot 2003. En tot zijn overlijden heeft hij met heel veel enthousiasme de functie van conservation officer vervuld. Belast met de contacten met en informatieverstrekking over de beschermingsprojecten. En heeft ook steeds ons daarvoor enthousiast weten te maken. En zo heeft hij door de jaren heen vele beschermingsprojecten onder de aandacht gebracht, contacten onderhouden, artikelen geschreven en daarmee geld ingezameld om deze projecten en daarmee sterk bedreigde schildpadden te beschermen. Als we onder andere denken aan de projecten in Vietnam, de Seychellen, Egypte en vele, vele andere landen, Henk heeft ze allemaal beschreven in het jubileumnummer van ons tijdschrift Trionix bij het 40 jaar bestaan van onze vereniging. In 1994 begon hij met de vorming van het overkoepelend orgaan Stamboeken, dat later in 2003 de stichting European Stuntbook Foundation werd. Lange tijd, tot begin dit jaar, was hij voorzitter van deze stichting. En na de periode als voorzitter van onze vereniging is hij, Henk, benoemd tot erelid. Want hij heeft een grote bijdrage geleverd aan kennis en kunde van het behoud van soorten door het instellen van stamboeken en het verantwoord kweken in gevangenschap en dit ook internationaal uitgedragen. En verder was Henk ook voorzitter van Turtle Survival Europe, de Europese tak van deze grote Amerikaanse beschermingsorganisatie. Naast al deze activiteiten had Henk ook nog een dagtaak bij de diergaarde Blijdorp, waar hij ruim 36 jaar lang heeft gewerkt in functies van dierverzorger tot laatstelijk conservator van alle koudbloedige dieren. En Henk heeft daardoor de jaren heen heel veel gedaan aan de opbouw van de collectie reptielen. De basis voor die gevarieerde en unieke reptielencollectie van diergaarde Blijdorp lag in het masterplan en de daardoor voortgekomen veranderingen tussen 1988 en 1991. Een dierentuindier moest op zo'n natuurlijke wijze worden gehuisvest en in samenhang met het leefgebied worden gepresenteerd. En het publiek moest daarvoor kennis maken met zeer bijzondere dieren in een zo natuurgetrouwe mogelijke omgeving. Henk werkte ook mee aan een aantal grote tentoonstellingen in die tijd. En hij was samen met de eerste verzorgers en collectiebeheerder Gerard Visser zowel grondlegger als pionier van deze nieuwe visie. En in de daaropvolgende jaren wierp dit beleid haar vruchten af en werden steeds vaker bijzondere kweekresultaten geboekt. Er was in die tijd ook al aandacht voor de situatie van reptielen in het wild. En ook in 1998 werden 39 sporen schildpadden teruggezet in een geschikte biotoop in Senegal. En ook daar was een beschermingsproject aan verbonden. In 2002 werden uit Hongkong vele, vele tientallen in beslag genomen Aziatische schildpadden in Blijdorp opgevangen
en na langdurige diergeneeskundige behandelingen ondergebracht bij andere dierentuinen in Europa en bij particulieren. En daarvoor heeft Henk zich ook bijzonder ingespannen om al die beschadigde en gekwetste dieren onder te brengen. Henk wist al die zaken waarmee hij bezig was op een heelkundige manier aan elkaar te knopen en daar ook mensen bij te betrekken. Een paar jaar geleden belde hij mij op een zaterdag op dat de Egyptische Bassem Rabia, die een introductie in Blijdorp en in Nederland zou volgen, was aangekomen nadat Henk vele bureaucratische belemmeringen voor zijn komst had weten op te lossen. En of ik een paar uur later maar even met hun tweeën mee wilde eten in Van der Valk tegenover Blijdorp. En tegelijkertijd hadden we toen het beschermingsproject voor de Egyptische landschildpad. Dus dat paste prima bij elkaar. Henk reed ook wel eens met mij mee na onze vergadering van de werkgroep Reptielen en Amfibieën in Utrecht of in Barneveld. En vorig jaar nog naar Münster, naar onze jubileumexcursie. Altijd gezellig en samen wat filosoferen over schildpadden en onze vereniging. Na zijn pensionering bij Blijdorp, 2 jaar geleden, waarbij velen van ons ook aanwezig waren, ging Henk aan de slag met de stichting Reherb, gericht op het kweken van sterk bedreigde soorten reptielen. Hij was erg blij voor Reherb een goed onderkomen bij Serpo in Rijswijk te hebben gevonden. En in september liet hij trots de deelnemers aan de vergadering van de werkgroep Amfibie en Reptielen van het platform Verantwoord Huisdierenbezit. Wij vergaderen de laatste jaren in Serpo de ruimte zien die toen een eindweegs gereed waren de 3 bedreigde soorten reptielen onderdak te verlenen. En Henk was een van de grootste klussers zelf. Henk had ook een heel groot netwerk van beschermers van schildpadden, curatoren, verzorgers bij dierentuinen, waaruit hij bij zijn activiteiten kon putten. Hij was ook heel goed in staat om ons als medebestuurders te stimuleren en soms aan te jagen met kritische opmerkingen, als het niet altijd ging of niet snel genoeg ging zoals hij wilde. En dat deed hij allemaal zeer gemotiveerd vanuit zijn enthousiasme voor schildpadden in al hun aspecten en zijn grote kennis van de soortenbescherming. Henk geloofde in het samen doen van dingen. In onze vereniging was hij steeds beschikbaar voor adviezen en was hij bereid zijn grote kennis en ervaring te delen. En zo was hij ook mede-redacteur van ons tijdschrift Trionix. En samen vertaalden wij het boekje van de Turtle Survival Alliance, Turtles in Trouble. Een soms wat droeve serie over bedreigde soorten van 25 artikelen die nog loopt tot begin 2017. Henk reisde ook graag, zoals de reis naar Australië die zo smartelijk is beëindigd. Voor vandaag had Henk zich heel correct bij mij vanwege die reis afgemeld. Een verslag van een andere bijzondere reis in maart 2016 naar China is opgenomen vandaag in het programma en zal vanmiddag worden gepresenteerd door Ron de Bruin. Door de vele dingen die Henk heeft gedaan en nog steeds deed, valt er met zijn overlijden een heel groot gat. Wij zullen Henk verschrikkelijk missen, want naast het zeer belangrijke werk voor onze vereniging en voor het behoud van soorten, schildpadden, onderhield hij met velen van ons vriendschappelijke betrekkingen. Henk hoorde er op deze landdagen en ook verder zo helemaal bij met zijn karakteristieke witte haardos en blauwe spijkerbak. En onze gedachten en medeleven gaan dan ook uit naar zijn levenspartner Mary Vriends, met wie Henk al zo lang samen was. Hier en nu op deze plaats. Wat Henk in ieder geval van blijvende betekenis heeft achtergelaten, is het in opbouw zijnde Reherb. Een werk, een droom van Henk en ook Mary. En een droom die Mary en het bestuur graag willen voortzetten. En daarmee blijft Henk ook in onze gedachten. En ik wens dat wij Henk ook nooit zullen vergeten. Ik geef nu graag het woord aan Fons Schipperijn, een van onze seniorenleden, die nog kort iets wil zeggen. Beste mensen,
vanaf het begin dat deze vereniging bestaat, 1975. En ik ken Henk Zwarteporte vanaf deze tijd. In bijzonder spreek ook tot jou, Mary, die helaas helemaal achteraan zat. Ik had gedacht dat je vooraan zou zitten. Maar goed, speciaal op jou gericht. We hebben een herdenkingsbijeenkomst gehad afgelopen maandag. Veel mensen hebben gesproken. Veel lichtbeelden zijn al langs gegaan. En op die lichtbeelden zag je hoe Henk vanaf zijn jeugd was en zoals gewoon kende. Eerst slank, zwart, slank haar. In het donker, het deed net de streep van de streepjeschool. Na de hand, ik dacht, nou die is vast, ik wil de Baden-Meinhof groep uit Duitsland. En na de hand dacht ik, nee, hij ziet toch weer anders uit. Hij lijkt meer op een volgeling van Jezus, een soort apostel, zo is zijn uitdruk. En nou, ik dacht dat die qua mentaliteit eerder bij deze laatste groep paste. Henk was een wijs man. Henk was een intelligent man. Hij sprak Duits en Engels alsof het zijn eigen taal was. Hij was intelligent, hij rust straalde uit, compromis straalde uit, was zeker die man van het conflict. En hij had een charisma. Hij had echt een charisma. En als ik zo eens met Henk stond te praten, dan kreeg ik het gevoel van, nou, dit gevoel van gelijkheid. Maar als hij dan weg was, dan dacht ik vaak bij mezelf, vond wat ben je toch eigenlijk een minkukkel wat betreft de schildpadden ten opzichte van Henk. En dat gevoel heb ik nu nog steeds. Henk is natuurlijk een groot verlies, dat weten we allemaal. En het is alsof er een meteoriet is gekomen, die naar beneden is gekomen en jou, Mary en Henk volop getroffen heeft, onherstelbaar verwoestend. Maar meteorieten hebben de verveelde eigenschappen ook overal splinters achter te laten, over een heel groot gebied van honderdduizenden tot duizenden kilometers. En die splinters hebben velen van ons geraakt, onder andere mij. Ik denk dat een van die grote splinters mij op een niet-vitaal gedeelte heeft geraakt. Maar hij blijft wel in me zitten en ik denk ook dat dat in me blijft zitten tot aan mijn dood toe. Gezien mijn leeftijd zal het niet eens zo lang meer duren. En ik wil eigenlijk dit verhaal eindigen met wat de schrijver Godfried Bommel zo mooi zei. En zo mogen Henk nu daar zijn gast van een gastheer die zo ongrijpbaar in het al aanwezig is, maar wel zo boeiend, dat de tijd stil gaat staan en voor Henk eeuwig wordt. En ik hoop ook dat Henk, samen met Hans-Dieter Philippe, bij deze hoge macht ambassadeur zal zijn voor onze verenigingen die zich bezighouden met het welzijn van de schildpadden, in bijzonder onze vereniging. En tegen Henk zeg ik, zet hem op. Dankjewel Fons voor deze woorden. Ik verzoek u nu op te staan, voor zover u daartoe in staat bent. En dan houden wij een minuut stilte ter nagedachtenis van Henk Zwarteporte. Dank u wel. U mag weer plaatsnemen. Om de gedachtenis aan Henk ook levend te houden, ook met het beeld, zullen we nu een filmpje vertonen van ongeveer 6 minuten. Dat laat zien hoe en wat er aan Rehurb in Rijswijk is gewerkt. Thank you.
En die hebben we in de afgelopen maanden geïsoleerd helemaal met peerplaten, 5 centimeter isolatieplaten. Dat hebben we allemaal moeten kopen. De glazen wanden zijn hergebruikte serrewanden van de serpozoen zelf. En deze ruimte waar we nu in staan is de warme ruimte waar we Egyptische landschildpadden houden en kweken. En de ruimte hier rechts, daar komt een schuifdeur voor, dat wordt de koelere ruimte waar de Chinese krokodilstaarthagend is en de Vietnamse schildpad gaan houden. We hebben hier een aantal nakweekdieren die we van particuliere kwekers hebben gekregen. Het is allemaal nog in aanbouw, in aanleg. We moeten nog heel veel elektriciteit. We hebben nu iets van 450 wandcontactdozen geplaatst. Die moeten allemaal nog voor een deel dan worden aangesloten. De bakken moeten allemaal nog beter worden ingericht. Hier ligt voor ons nog zand in, dat moet leem worden. En de verlichting is zodanig dat we 2 warmtelampen hebben, zodat de 2 dieren in één verblijf gesepareerd kunnen grootbrengen. Er komt een TL-verlichting boven, die ligt hier al deels boven, en een ultraviolet lamp, UVB lamp. Stichting REHUB staat voor, een Engels begrip, Recovery for Herpetofauna eigenlijk. Dat zijn reptielen en amfibieën. En het herstelelement is het belangrijkste voor ons, dat er in situ, dus in de natuur zelf, herstelprogramma's zijn waar wij als kweekcentrum hier bij kunnen ondersteunen om dieren op termijn terug te sturen naar het wild. Nou, we hebben het over 2 schildpadsoorten, een waterschildpad en een landschildpadsoort, en die krokodilstaarthagedis. En wij willen daar op termijn ook heel pragmatisch mee omgaan. En mocht er op een gegeven moment ergens in de wereld een project komen waar soorten hersteld, een leefgebied dat voor ons nog hersteld wordt, dan kunnen we daarop inspringen door dieren in de collecties te halen en dan uiteindelijk daar ook mee te gaan kweken. Het wil helemaal niet zeggen dat we dit alleen maar concentreren op deze locatie waar we nu zijn, in de Serpozoen in Rijswijk, maar dat we ook andere instellingen, kweekcentra, dierentuinen bereid krijgen om met ons project mee te werken. Vooralsnog heeft Ouwehand Zoo toegestemd om in dat Pandasia, dat ze volgend jaar gaan openen, ook al krokodilstaarthagedissen te gaan huisvesten, aan het publiek laten zien en ook een kweekruimte gaan inrichten en onderhouden. Het netwerk wat we nu al hebben is op gang gekomen, maar dat moet uitgebreid worden. Er moet, zeker met de mensen lokaal, moeten goede afspraken worden gemaakt en ook de betrokkenheid van de lokale bevolking is zo onwezenlijk belang. Want als je alleen maar vanuit het westen, dat zijn we hier, dan gaat zeggen van zo moet het, hier heb je dieren, doe er maar wat mee, dan gaat het niet werken. Je moet die mensen een bepaalde verantwoordelijkheid geven en een toekomst bieden om met die soorten daar in het wild ook iets te gaan doen. Verantwoordelijkheid en toekomst, het zijn de woorden van Henk. Laten we daar ook als vereniging aan meewerken. Steun hier, REHUB, daar zullen we ons ook zeker op bezinnen. Velen van ons hebben dat al gedaan. Dit zal zeker terugkomen. Ik wil iedereen die hier was, en in het bijzonder Mary en de gasten, bedanken dat ze hier waren. En we wensen jullie in het bijzonder ook de komende tijd heel veel sterkte toe. En mochten we als vereniging daarin iets kunnen betekenen, dan staan we daar zeker voor open. Iedereen hartelijk dank. En dit was het einde van het gedachtenismoment. En we zullen nu het programma vervolgen.